En gaan we een win doen? Waarschijnlijk niet, omdat we met z'n 3 tegen 5 spelen. Maar hey, we gaan altijd proberen. Hey, komt Wouter niet dan? Nee, hij zei tegen mij dat hij niet kon. Als je had geluisterd, dan had je het gehoord. Zal ik anders even snel een potje solo doen? Of niet? In H1? Zo. Ja, ik moet 1 potje solo doen, stond de naam. Nee, ja, oké, okay, maar dan gaan wij een potje duo toch, Sjoerd? Als ik klaar ben, ja. Ik invite jou wel. Ik ben nog niet ik ben nog bezig, hè. Oh. Ja, nu invite mij maar vast. Jo, is goed. Ik heb een FAMAS, ik heb een blauwe techie en een Scope TR. Ik dacht, fuck dat, ik neem hem gewoon mee. Als jullie zeggen dat hij goed is. Ik heb je één uitgenodigd, Ton. Een karretje! Ik ga hem alleen even rijden om naar de cirkel te gaan, ja. Maar daarna laat ik hem wel achter. Want ik moet wel even winnen. Ja, want nu moet het niet leuk worden. Ik wil graag nieuwe skins hebben voor al die coole helmen. Ja, ik wil die unicorn hebben. Of die ja, die unicorn is fucking vet. Ja. Op die aap. Ja, maar ik kan bij shutjes helemaal niks anders equipen staat hier. Nou, ik heb bij het heb ik een ik heb zo'n camo cap en ik heb een helm en dat is die motorcycle helm, maar die heeft een vette achterkant. En ja, die heeft gewoon dat is een camouflage. Dat is gewoon een gecamoufleerd ding met de coole doodskop van Battle Royale achterop. Hey, maar ik heb echt alleen maar het vinkje staan bij de jullie weten wel, jullie weten toch wel die posters van Carbide? Ik heb hier een poster van Omega. Ja, klopt, maar er zijn ook posters van de andere helden. Echt waar? En ook van die van het ene sidekick hulpje van Omega. Nog een FAMAS. Hé, maar ik heb bijvoorbeeld ook een digital camo jacket en die is blauw reten, dus dat is ook best wel vet, maar die is ook echt ziet ook gewoon hard uit. Nee, maar ik heb zullen we uiteindelijk gewoon de camo ding doen. Ja, maar wij hebben allebei die contender wrestling tights aan, toch? Hé, maar Daan. Die groene homo broek of die rode. Wat zeg je, Tom? Nee, die had ik aan. Voor mij staat het vinkje alleen bij de tanktop en ik kan hem niet verplaatsen naar het andere t-shirt. Huh? Je moet gewoon je moet klikken op t-shirt en dan klik je welke je wil. En hij reageert niet gelijk, maar je hebt hem wel aan. Oh. Gewoon 1 keer klikken. Hij reageert niet qua dat vinkje gelijk, maar hij doet het gewoon wel verder. Oké, dank je. Dit was het zo niet waard. rennen. Als ik niet... godver. Ah, oh, wat heb ik spijt. Die broek houden. Oeh, deze broek is lit. Ik heb geen strakke broek. Ik heb een blauwe camo broek aan. Oh, ik heb die rode homo broek aan. Oh, die kan ik ook aan doen als ik wil. Ja, kom, doe die aan. Dat is fucking grappig. Nee, ik vind het niet mooi. Ja, maar ik heb geen andere broek. Dat is echt kloten. Ik heb echt bijna elke broek. Maar ik heb wel een super snelle plange. Ja, maar dat is niet iedereen. En dat kan je ook niet afdoen. Ja, maar ik wil ook nog een mooie plange hebben, alleen die heb ik niet. Heb je geen hele mooie plange? Nee, ik snap niet. Snelle. Mijn plange is niet zo weer vlot. Bij Guns. Ja, ik heb eigenlijk alleen nog. Ik heb overal de default skin. Behalve op de Magnum, want die kreeg ik een keer uit mijn Victory Crate. Ik heb nog nooit een crate gehad. En hoe kom jij aan die Victory Crate? Door quests. Oh, door quests te doen. En omdat, we samen een keer hebben gewonnen. Ja. Komt ons arrogantie naar boven dat we goed zijn. Bijna wel, hè? Eigenlijk wel. Bijna wel, hè? Ja. Ja. Eigenlijk was het super makkelijk, ouwe. We hebben 33 weergaven op de Fortnite video nu al. En hij duurt 2 uur, 43 minuten en 30 seconden. Jongens, laten we gelijk beginnen nou, als je er is, want ik wil echt een potje doen. Ja. Want ik kan hier let's go. Ja, maar als je alle beginner quests hebt gehaald, dan krijg je pas daily quests. Maar een van mijn daily quests is win een potje fives. Alleen dat is kloten. Jongens, ik denk dat want ik, maar dan krijg ik wel 2000 van die skull points. Jongens, of ik moet gewoon een solo potje spelen. Jongens, ik denk dat ik eerst even al mijn tutorial quests ga doen en dat ik dan met jullie kom. Dan heb ik die al afgerond. Ga solo dan. Want je moet dat solo spelen.
Tenminste, ja, de eerste paar dingen moet je solo doen. En daarna wordt het, zijn het van die quests van ja, pak dit wapen op. Dus dan kan je wel gewoon met ons meedoen. Ja, ik hoop wel dat ze quests nu horen, want ik klopt, nee, maar ik weet wat de beginner quests zijn. In eerste instantie is het play een solo match, dan wordt beland in de top 100. Dat is niet heel moeilijk allemaal. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. En daarna zijn het quests van pak dit wapen op. En dan krijg je allemaal skill points voor. En als je een crossbow hebt opgepakt, als die quest er is, krijg je ook een victory crate. En dan krijg ik, en dan kan je. Wat kan je eigenlijk doen met die skill points? Daar kan je dingen mee kopen. Ga naar store en dan naar skill exchange. En dan kan je dingen kopen van die skill points. Zoals bijvoorbeeld een Molten Tactical Helmet. Of een Petrotic Offroad. Of bijvoorbeeld die Tribute Makeshift Armor. Die is fucking vet, vind ik. Want ik zou eigenlijk alleen skins kopen voor de wapens die je heel fucking handen hebt. Want die krijgt bijvoorbeeld heel en bijvoorbeeld, Sjoerd, die heeft die Toxic ATV gekocht. Dus als hij dan op een kwad gaat zitten, dan krijgt hij die skin. En ik heb een, voor de pick-up heb ik er één gekregen. En als ik dus een pick-up in een pick-up als eerste ga zitten, dan krijgt dan wordt hij gecamo'd. Dan krijgt hij camouflage maar als ding. Ik krijg heel vaak de Riot Shotgun. Als ik daar nou een leuke skin voor heb, zou best wel leuk zijn. Ja, maar die, voor een Riot Shotgun krijg je geen skins hier bij Skull Exchange. Ik kan wel crates kopen, maar dan moet je van die voor die coins moet je dan. Als je crates. Voor een auto. Jongens, ik wil heel graag winnen in Showdown, dus ik zit nu letterlijk in Salty Springs in een kelder te campen. Bij dat ingevallen boom. Ik heb, er zijn nog 11 buiten mij, met daar 12, nu 10. 10 buiten mij en ik heb 2 kills. Nice. Ik zit hier te campen. En ik heb 150 HP. Ik heb genoeg resources. Pamas, pump, deck, moon shield en met. Waarschijnlijk ga ik super dood, maar hey, ik ga ervoor. Super snelle plangas, jongens. Zoek me snelle plangas. Maar ik vind eigenlijk Heiwan Ziwan bijna even leuk als. Ja, maar het punt van H1 is. Hier vind ik moeilijker op te ragen, want hier kan je ook niet outbuild worden en zo. Je kan hier alleen, ja. Wat wel jammer is dat je dan bijvoorbeeld 20 keer met een shotgun op iemand schiet. En dan heeft hij nog steeds al zijn armor en dan schiet hij één keer op jou terwijl je al je armor hebt en dan ben je in één keer dood. Dat vind ik wel bullshit. Ja, maar de game, het is een open beta. Het is een open beta, klopt. Maar ze doen er wel steeds meer aan hoor. Bijna elke dag komt er een update. Nou nee hoor, niet elke dag. Er kwam gisteren een update. Maar als er een update komt, liggen de servers er ook wel gelijk voor een hele tijd uit. Ja, voor ja, gisteren okay, lagen klopt, de servers maar er bijna de hele dag uit. De hele avond. Maar kom op, je kwam wel wat dingen terug hoor. Sommige glitch zijn eruit gehaald. En ja, je kan tenminste wel medics droppen. Ja, dus op zich zijn wel goede dingen in plaats gekomen hoor. Ja, dus je mij hoort niet klagen. Nee, klopt. Maar uiteindelijk wordt het geen open beta meer. En dan hoop ik dat het nog gratis is. Of dat de mensen die de open beta spelen, dat die het gewoon gratis krijgen alsnog. En dat ze het dan wel gewoon helemaal hebben gefixt. Helemaal. Want bijvoorbeeld Paladins was eerst ook een beta. En dat is nu ook gewoon helemaal compleet. Maar is de Heiwan Ziwan niet gewoon PUBG eigenlijk? Nee, PUBG. Andersom. PUBG is echt echt H1 Ziwan. Want H1 Ziwan bestond eerder. Maar PUBG dat is werkt heel anders. Want bij PUBG, hoe heet het? Bij PUBG moet je ook zelf bijvoorbeeld scope attachments vinden. En hier zitten er al scopes op de wapens. Ik weet niet welk spel eigenlijk echt beter is. Ja, maar H1 Ziwan is echt wel, ik vind naar mijn mening beter dan PUBG. Leuk, ik heb een Hellfire. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk in één potje? 150 ongeveer. Ik hoor dat Ton het schieten is. Ja, maar dat is geen Fortnite game sound, dat weet ik zeker. Ik heb een molotov tegen de muur gegooid, omdat ik er zin in had. Want ik heb een camo pick-up truck. Als skin is die pick-up gecamo'd. Dus dan zien ze hem ook minder makkelijk. Want het werkt ook echt gewoon. Maar bij die parachute kan je ook een H1 C1 als logo krijgen, maar die moet je vrij spelen. Ja, hoe, dat weet ik ook niet. Nee, ik heb ook geen idee hoe je bijvoorbeeld andere quad kleuren vrij kan spelen. Als voorbeeld. Hopelijk wordt H1 Ziwan echt een heel leuk spel.
Ja, oh, is het op zich al. Maar je kan ook bijvoorbeeld wel een ander karakter kiezen. Mm-hmm. Ik ben aan het eten 9 en ik wil echt blank worden. Oh. Lijf. Wat zei die? Ik ben al een hele lange tijd een 9 en ik wil echt blank worden. We zijn echt niet live of zo hoor. Nee. Nee, dat zei ik ook zo. Ja, ik hoorde jou live. Zei ik iets verkeerd? Nee joh, je zei nee. Oh, nee Ton heeft niks gezegd. Ton zei ik ga bouwen, maar daarom moesten we lachen omdat het niet kan in H1. Ik wil bouwen, laat mij. Ja, Ton die mist zijn bouwwerk, maar dat kan hier niet. Dus daarom zei hij ongepast taalgebruik. Maar ik heb je daarom ook gewoon in mijn telefoon staan als Ton wat de bouwer. Wat is allemaal dingen hier? Maar je kan helaas niet bouwen hier, Ripton. Ik hoor dat hij met een Hellfire aan het knallen is. No shit, Sherlock. Oh shit, man. Hij schiet met 2 kogels met een kruisboog in mijn reet. En hij heeft fucking, weet ik hoeveel AP. Helemaal niks volgens mij. Weer dood. Ja, misschien. Die man heb ik volgens dood met fucking bullets. En hij schiet 2 kogels met een crossbow in mijn flikker. Ja, maar crossbow is een explosive weapon. En explosive doet veel meer damage dan direct kogels schieten. Ja, maar explosive is helemaal niet. Hey, maar je weet dat iemand die had full armor. Ik schoot een bodyshot met die... met die crossbow en het enige wat helemaal kapot was zijn armor en zijn helm. Maar en er was een klein gedeelte van zijn levens af, maar toen moest ik ook nog al zijn levens eraf rachen met een Hellfire. Oh, ik kan met jullie meedoen. Hey Sjoerd, hoe lang duurt het nog? 1 guy buiten mij. Oké, dan. Kan ik dadelijk aan met jullie meedoen of niet? Ja, Sjoerd gaat het zo opstarten. Hij is alleen even bezig. Nu met laatste persoon. Ik heb gewonnen, bitches. Ik heb een nieuw victory voor jou gepopt. Oh, je hebt zoveel spullenkrentjes nodig. Is niet meer normaal. Dat uit niks die Ton zit er doorheen te blaren. Wow. Oké, okay, maar waar krijg ik wat nieuws? Want ik weet niet. In ieder geval, ik heb nee, je krijgt pas wat als je hebt gewonnen volgens mij. Nee, er stond wat. You have a chance. If you win, you have a chance to get something of zo. Ja, je hebt een kans. Er staat niet gegarandeerd. Heb je gewonnen? Oh, ik schrok even houden. Kijk hier. Ja, wij kunnen het ook echt to zien. Win in game. To win in game rewards. Oh, maar ik dacht even dat ik wat nieuw had gekregen. Maar dat is gewoon puur de skin die ik heb gekregen. Want ik heb nu de squad leader. Oh, omdat je een tierpas omhoog bent. Ja. Hé, hey, maar start H1 op, dan gaan we squads. Of 5. Ja, fives. Is wel beter. Ik weet niet. Mijn hart ging te veel. Wat is het ergste punt waar je hart het meeste keer ging tijdens een potje? Tijdens een game. Welke game? Tijdens welke game? Sowieso Fortnite. Mijn ook. En wat? Voor mij Minecraft. 100. Ja, ik weet het al. Ik weet het. Nee, jongens, ik weet het. Je was Ton, zeker Skywars en Bulb Battle aan het houden beneden. Nee. Hij was in een PvP met iemand en hij moest een Bulb Battle houden. Nee. Minecraft Bulb Battle, Daisy. Wat zeg ik? Jongens, ik was aan het minen in mijn eigen wereldje en ik had diamonds. Alleen, ik kwam bij spawnen en overal creepers. En ik raakte op de weg, ik was in de cave. Toen ik wegrende. Ik heb nog 1 hartje, maar ik klop als een tering. En ik cringe. Heb een man van dus, wow, zo door van een creeper, dat gewoon in de lava. Stuur me even in fit. Yo. Waarom is er iemand aan het kijken? Nee. Jawel, 1. Ja, Denise die zei dat ze weg moest, omdat ze naar een feestje moest ofzo. Maar ze gaat sowieso alles terugkijken, zei ze. Ik kan, ik zet wel op mijn social media, laten we nog live gaan. En dan maken we natuurlijk ook anders wel een roze eentjes kanaal aan en zorgen we ook dat iedereen daarop gaat abonneren. Ja, ik ben er. Ik plaats heel even een dingetje in mijn verhaal hoor. Papa! Je kan ook gewoon even je mic uitzetten als je gaat blaren naar andere mensen.
Oké, ik moet nog één, nog steeds een kill met de pistool. Ik moet nog één kill met een AR-15. Ik moet nog steeds 7 matches complete in solo. Dat gebeurt wel eens. Mm-hmm. Horen jullie me nu? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, let's go. Wacht, ik deel even op social media. Ja, ik pop ook nog even dingen eruit. Oké, ik heb gestuurd. Ik ga ook even wat delen met WhatsApp. Ja, en gooi ook gelijk even een linkje in je bio dan, zodat mensen erop kunnen klikken. Want anders moeten ze het eenmaal opzoeken en dat kan weer gedoe veroorzaken. Voor sommige mensen. Snap je? Ja, boeien. Ik heb gestuurd. Oké, let's go. Start het potje. Wacht. Welk level zijn jullie? Staat linksbovenin onder je naam. Ik ben level 12. Ton. Ik 14. Ton? Wat? Welk level ben je? Staat linksbovenin onder je naam. Volgens mij gaat mijn oom weg. Wacht, ik ga even snel kijken. Stort ondertussen mijn potje hoor. Je kan ook gewoon, als je tegen andere mensen gaat praten, je mic uitzetten. Start nou een potje, monkertje. Je moet niet zo ongeduldig doen, jij. Je moet gewoon even niet zo bij de hand doen. Want jij gaat echt geen zelfwegen, hoor. Moet je klappen vangen? Jij kan mij geen klappen geven, daar ben ik lief voor. Nee, weet ik. Ik sla alleen je knie, voor de rest kom ik ook niet hoger. Dat is ook zo. Kijk, ik geef alleen een kopstoot tegen je knie. Ja. Als hij me slaat dan raakt hij me kuit. Als hij op me trapt, dan raakt hij mijn grote teen. Mini teen, je kleine teen. Of mijn pink. Mijn kleine teen. Mijn pink teen. Mijn pink teen. Oké, we gaan een nieuwe meme creëren over onze pink teen. Pink, kleine teen is vanaf nu. Gewoon, jongens, nieuwe titel. Kleine teen is pink teen, vraagteken uitroepteken. Hey, ik kan niet lopen. Ik wel. Echt niet? Waar ben je? Ik ben van helikopter eigenlijk. Bij de staart van helikopter staat op bord vehicles. Achter je, mankertje. Oh, ik zie je. Kun je echt niet? Nee, ik zie het. Oh, Sjoerd moet met een handicap spelen. Ja, nu ga je ervaren hoe het voelt, nee. Bitch. Nu ga je ervaren hoe het voelt. Zo voelde ik me dus ook. Met Gino. Waarom zitten met andere personen? Omdat dat twee random gozers zijn die blijkbaar dus mee moeten doen van het spel. Dat moet niet. Er staat full team. Hey jongens, ik heb één ding op mijn zo. Hey jongens, team. 4 kijkers. We hebben nu 4 kijkers, zie ik. Kwam bij me in beeld. Hey, de snelle plangen. Wat heb jij een snelle plangen, zeg? Hey, kan je nog wel zeg maar dat ja, dat. Nee, kan ik ook niet. Het is het enige wat ik kan doen. Dat ziet er zo verkeerd uit. Doei. Ton, waar ben je? Ik ben hier. Wow, ongelooflijk! Ongekend, dat is die jongen grappig. Doe nog 2 andere mensen met ons mee. No shit, Sherlock. Thanks, Captain Obvious. Ik vraag alleen wie dat zijn. Ja, weet ik Captain veel. Dat zijn obvious. Gewoon 2 random gozers die het ook spelen en die moesten blijkbaar meedoen. Oh. Ik ga bij jou liggen. Kom liggen. Kom. Nee, ren nou niet weg. Hij rent weg. Hij vindt me eng. Kun jij wel crouchen of niet? Wie ik? Ja. Ja. En kan je ook gewoon crouchen normaal? Ja. Ga de crouches. Sjoerd, dit is echt kloot, want Sjoerd kan niet bewegen, hè, Ton? Echt? Nee, ja, die glitch heb ik ook een keer gehad, dat hij dus niet kan bewegen. Dus wat moeten we nu doen? Hij moet wel in de auto gaan zitten, want hij kan niks anders. Maar hij kan wel auto rijden, dus eigenlijk moeten we de auto naar hem toe brengen. Is hij onze chauffeur, dan moeten wij iedereen lek schieten. Hij is echt zo'n handicap iemand.
Klopt. Ja, dat is het ook. Dat was een het punt is wel, fuck die andere twee gozers. Sjoerd is niet raar. Sjoerd is anders. Ja, kom, we gaan die auto fixen en die andere twee aanrijden. De auto hieronder. Ja, op een zitting. Oh nee, we zitten bij Misty Peak Reservoir. Dat is echt een kutplek, is dat. Waar willen jullie landen nou? Ik heb hier een auto. Ik hoop dat ik naast de auto land. Is het een pick-up? Nee! Hij staat recht voor mijn neus! Het is een pick-up! Ik heb mijn pick-up camo gegeven, dus. Ton, ik kom je ophalen. Ja, maar ik heb hier ook een auto. Daarom ga ik hier even toe. Want ik dacht, ik ga bij de auto. Mankertje. Oh, jij bent roze. Ik kom naar je toe. Ik hoor papa. Ik heb ook een auto, jongens. Ik kom maar van mijn lekker stunten. Ik kom eraan, mankertje. Mankertje! Niet mankertje aanrijden. Hier, stap in. Hier, kijk, en dan switch ik die van seat en dan moet jij rijden. Wacht, nee, ik wil niet achterin zitten, ik heb nog geen wapen. Rij me even naar een huis, zodat ik kan looten. Hier, ik ga dit huis. Hier is een gozer! Ik heb niks. Ik heb niks. Ik moet wegrijden, verstop jezelf. Ik heb alleen een M17 met 10 ammo. Ik heb 3 ammo, ja, hij is bij me. Ik heb wel zijn ammo kapot geschoten. Supplies, ik spring in de auto! Rij! Wacht, kut. Rij. Ik heb geen ammo meer op die M17. Ik heb wel heel zijn armen kapot gemaakt. Ik ga hem proberen aan te rijden. Ja, doe. Zino is de game geleefd. Kut, Zino. Waar zijn jullie? Oh, ik zie je. Kom op. Ja, we zijn hier. We werden aangevallen. Ik heb zijn hele armor wel kapot geschoten met die M17. Want hij bleef stilstaan toen ik op hem schoot. Ja, ik moet even een ander huis. Zoek een ander huis zodat ik shit kan vinden. Ik moet trouwens ook healen. Oh, ik zie shotguns. Ja, mag ik die? Geef mij die shot. Gozer, ik ben de. Jij kan niet eens vechten. Dude, jij kan niet eens vechten. Het enige wat jij kan doen is. Kijk, die camo geef ik dus. Het enige wat jij kan doen is rijden. Ik kan niks doen vanwege mijn handicap. Ja, je kan alleen rijden. Ik voel me heel erg beledigd. Nee, maar. Nee! Hé, ik heb die auto die camo gegeven. Hé, waar is die nerd eigenlijk? Ja, ga maar rijden, Ton. Ga naar Sjoerd. Hé, waar is die ene gozer eigenlijk? Misschien dat ik hem nu kan shotgunnen, want hij was heel low on health. Want ik heb hem echt fucking vaak gepopt met die M17. Kom. Oh nee, Sjoerd moet rijden. Oh. Nee, Ton! Ton! niet Ton aan rijden! Niet Ton aan rijden! Kom op. Hey, we moeten even een huisje vinden. Dan kunnen we even looten. Nou, hier heb je huisje. Jeet! Kijk! Thanks, Captain Obvious! Oh, kijk, een molotov. Hey, wacht jij buiten even, dankjewel. Tot zo, douchie. Hey, shotgun. Nee. Oh, Hellfire. Geef mij de ammo eens. Lul. Ik heb ook een Hellfire. Oké, ja, nu zijn het alleen ik heb toch geen ammo? Nee, mijn ammo. Nee, mijn wapen. Gozer, geef mij even wat ammo. Want jij pakte die ammo af. Ik heb maar één nodig. Stop. Pak die andere ammo. Ik heb maar één ammo nodig. Ton, ik heb maar één. Ton, pak die andere ammo nou. Ja, er ligt nog een shotgun voor je, Ton. Dat is mijn shotgun. Ja, kom hem halen. Kom hem halen dan. Nee, Ton die heeft hem nodig, want jij kan niks. Hey, we hebben armor nodig. Hey, wacht. Ik heb wel een pistooltje, ik heb een M9. Oké, let's go. Let's go. Wacht. Lego.
Lego! Lego, Lego! Hé, die andere gozer is ook geliefd. Die andere gozer is ook gepakt. Die andere gozer is een Ari gepakt, dat weet ik zeker. Hé jongens, hoe knap vinden jullie het van mij dat ik dit heb overleefd? Terwijl ik aangevallen werd van door een gozer die echt fucking scheef is dus. Het is niet dat ik steeds in zijn rug zat, dat ik in zijn rug zat rond te rijden. Nee, maar het is ook niet dat ik hem heel vaak heb gehit hoor met de M17. Er zitten sowieso al mensen hier, let op. Ah, ik zie niks! Nee, kut. Uitstappen! Ga nou. Ton zit in de auto, je stond. Ton, lullo. Ga er naar die drop toe. Ton. Ga eruit. Serieus. Mankertje. Ik switch jou, ik ben nog geswitcht. Wij zijn echt slecht team ooit. Ton, serieus. Open hem. Oh. Ja, maar hij kan hem niet looten, alle wapens hier af. Oeh, AR-15. Geef mij de ammo. Nee, ik zie die backpack liggen. Nee! Wacht, nee. Pak de auto, rij short naar de backpack. Au. Stap in en dan rij ik je nu naar de backpack. Stap. Kut. Andere kant. Ja, ik begrijp het. Stap uit. Nu. Nee! Ja! Mag ik wat kogels voor mijn AK? Stap nou in! Hey, ik moet rijden! Je moet helemaal niks. Hier, voor iemand een AK. Ja, ik pak hem wel. Oh nee, Ton pakt hem. Ja. Doei! Doei Ton! Ton! Doei Ton! Ik kom je ophalen! Ton, niet doen! Dus gaat die auto kapot! Tom, ik kom je ophalen, rustig aan. Pas op het gif. Dit is toxic! Dit is toxic! Laat me gewoon! Ja, doei! Dit is zo sneu. Help die Tom! Help die Tom! Jeet! Help die Tom! Ik help hem! Waarom zijn we alleen maar aan het kutten? Je rijdt gewoon vol. Wil je hem aanrijden of zo? Nee, ik wil hem halen. Alleen als hij niet instapt. Stap in, Ton. Ja, hij zit. Wacht, ik moet even een paar bennen innemen. Gassen, motherfucker. Er rijdt een auto hiervoor. Ik zag hem hier langs rijden. Let's go. Hey Ton, heb jij maar wat nu AR... Nu kan ik geen auto's meer kapen. Ton, heb jij wat AR-15 ammo voor mij? Want ik denk dat jij die ammo hebt omgepakt. Want dan krijg jij... Nee. Volgens mij heb ik de AK ammo opgepakt. Ik heb echt helemaal geen ammo voor de AK. Helemaal niet. Nee, daarom. Waarschijnlijk heb ik die opgepakt. Maar dan heeft een van jullie twee de ammo voor de AR-15 opgepakt. Dus zou ik dat dan van jullie ik mogen... Ik niet, want ik kon het niet eens dragen. Nee, maar dan heeft Ton het dus denk ik per ongeluk opgepakt. Ja, maar misschien dat je het per ongeluk deed. Dus we kunnen toch gewoon even kijken of je het per ongeluk hebt. We moeten deze auto hier hebben. Welke? Dat is een kwad! Fuck Sjoerd! Ton, spring erop! Ton! Fuck you! Oh mijn mensen! Waar? Kijk die shoot gaan! Ton, kom eens. Er komen de mensen naar ons hoekje. Waar? Ik zag auto's rijden. Ja, fuck dat. Ik hoor toch geen auto, kom nou. Waar is die shoot? Die is in je kom gaan. Diep in mijn kont, lekker. Ja, die. Hing. Fuck. Oh! Oh! Hey Sjoerd. Sjoerd, wat ben je aan het doen? Masturberen. Hey, is hier een loot drop? Fuck. Waar is hij? Oh, daar.
Wat zit er in een mouse? Oh, de mensen! Bitch! Ah! Ik heb hem! Jongens! Ik heb nog een hele out of ammo! Ik heb geen ammo's meer bij me. Waar ben je? Dood! Ja, maar ik heb helemaal geen ammo! Kut, ik ben ook dood, maar ik heb wel twee gozers van het team uitgeschakeld. Sjoerd, rij ze aan! Sjoerd komt er zo fucking droog! Sjoerd, rij ze aan! Maar ik heb een handicap, die kan ik niet. Dat gewoon echt goed doen! Ik heb twee gasten van, het, van de vijf uitgeschakeld, pak ze. Hoe fuck ben ik als ik zo meteen in één keer uitstap terwijl mijn auto weg is? Kijk, ik moet deze auto hebben. Deze auto is helemaal 100. Oké, okay, ik heb een ride niet zo mooi, maar nu heeft hij niet zo'n mooi camo kleurtje. Maar dat boeit echt gewoon letterlijk niks. Oh, maar hey, degene met handicap overleeft het langst. Hey, ik heb gewoon twee kills. Waarom en Ton, Ton, hoeveel kills heb jij? Ik heb er één. Oh nee, dus waren er dus nog twee gozers over. Maar ik heb er alle kanten in mijn kont. Ja, hierboven waren ze, hierboven. Nou, leuk voor hun. Nou, leuk voor hun. Ja, ey, auto! Rij hem aan! Nee, ik ga echt geen fight opzoeken. Ja, echt wel. Aanrijden die shit. Toet! Oké, laat maar zijn twee toeteren. Auto's. Toeteren is mijn cultuur. Ik wil toeteren. Fuck. Politie auto, die moet ik hebben! Kaap hem! Hoe wil je nu in godsnaam gaan kapen? Niet! Gewoon ernaast uitstappen in één keer. Ja, kijk! Jammer! Oké, okay, laat maar! Grapje! Grapje, ik hoef hem niet! Wat voilà. Een grapje! Rij die gozer aan die op de kwad zit. Ja, aanrij man! Ja, kijk! Oh, jammer. Ja, maar tuteren zijn cultuur. Hey, ga tuteren! Tuteren is onze cultuur. Wij willen tuteren. Ja, waarom toeter je er nou? Gang! Gang ze! Pak ze! Achteruit rijden! Fucking droog! Ik ga achteruit. Ik ga hem achteruit aanrijden. Ja, dan ga je ook echt fucking hard, man. Hé, jij hebt ons wel doodgemaakt ermee, hoor. Dat is waar, ik ging een keer achteruit rijden op een kwad. Toen reed ik één, gewoon echt, ik reed één tikje tegen Sjoerd aan en hij was dood. Terwijl hij gewoon 100 leefde. Ja, aan... Ik ben wel toe! Gang! Hoe kan hij niet dood zijn? Hoe kan hij niet dood zijn, ouwe? Ik heb geen... Maggie dit. Really? Ja. Je moet een auto kapen. Sjoerd, ga een auto kapen. Hoe wil ik een auto kapen met handicap? Gewoon naast rijden en dan uitstappen en dan... Toet! Tuteren! Tuteren is onze cultuur. Wij willen tuteren. Ga die kwad aanrijden! Ja, rijd die gozer op die kwad aan. Hing, hing! Oh, nee. Jammer. Jeet! Je hebt toch een shotgun? Rachse! Je hebt een fucking shotgun! Ja! Ik heb bij mijn auto! Ja, rach hem! Ik heb een kill! Ja! Dit is hem heerlijk! Gozer, je hebt gewoon... Ik had... Je hebt een kill! Ja, ik heb een kill! Ik stap gewoon bij zijn auto! Ik stap nog gewoon bij zijn in zijn auto! Hij rijdt, ik doe boemoe, hij in totaal doet. Hebben we 5 kills en 1 assist. Hey jongens, wat? Oh, kijk eens, hier zijn 48 en 46, wat ben ik? 18e! Oh, wie is nou beter? Degene met handicappen, hè? Kijk eens naar de kills en de assists. Kijk eens naar de kills en naar de assists, neef. Nee, maar ik heb een mooie kill. Je shotgunt iemand vanuit een auto. Ik heb 2 man aangepakt. Wat is er nou mooi? Ik zou niet veel zeggen hoor, maar hij kan anders wel... Ik wil wel heel veel zeggen. Hé, Hey, maar... Zit toch nou in een ander potje?
Nee, hij is een crate aan het openmaken. Ah. Dit is zo leuk! Wow. Hey, jongens, zeg even als jullie klaar voor zijn. Ik ben klaar voor. Ik ben niet klaar! Nee, ik weet het. Jij bent crates aan het openen. No shit, Sherlock. Ja, wat heb je eruit? Wat krijg je eruit? Een hele geile broek. Oh, ik heb Grey Snakes Parrot Pants. Klinkt zo fucking magoon. Dat ziet er helemaal niet mooi uit, maar het klinkt leuk. Nice. Als ik nu nog een handicap heb, ouwe, ik ga echt zelf plegen. Ik wil wel van iemand een granaat hebben, ik gooi die granaat in de lucht en ik ga hem koppen. Is goed. Sjoerd, of een molotov gewoon op jezelf gooien. Dat klinkt ook wel leuk. Buddy Mater, hoe goed ken je Larissa? Nou, laat erop houden dat ik haar niet ken. Ik weet niet of hij nog live is, maar ze is... Nee, Larissa, stalker. Welke Larissa? Haar zijn dik. Oh. Nou, oké, we gaan nog een potje. Maar ik heb aids in mijn voeten, dus niet leuk. Ja, maar nu is het toch over die glitch. We zitten nu toch in een potje? Hopelijk. Nee. Ja, grappig. Jawel, ik wel. Nou, ik niet. Even serieus. Nee, ik zit echt niet in een potje. Ja, fuck. Moeten we weer lieven? Prank! Ja, zie je, teringleier. Dit is de reden dat we hier niet mogen. Ja, Sjoerd. Dit is de reden waarom jij tussen haakjes speciaal bent. Tussen aanhalingstekens. Dit is waarom jij... Oké, jongens, laat ik even mijn tel erbij pakken. Dus ik heb naar mijn oude WhatsApp-groep van school heb ik gestuurd, de roze eentjes. Zeiden ze stop. Eentje zei stop, ik zei wat. Hij zegt, what the fuck? Waarom stuur je dit naar de WhatsApp-groep? En toen zeiden ze zo van... altijd domme dingen. Altijd moet hij met deze domme dingen komen. I don't know. Haha, I don't know. Kijk gewoon naar de livestream, zei ik. Nee, deze gesprekken. Haha, wat een man. Waarom de fuck zet je dat in de groep? Hey. Waarom? Zeg gewoon, yo, als je niet komt kijken, dan gaat mijn mankertje je kankerhart klappen. Oh, sorry. Ongepast taalgebruik! Ongepast taalgebruik! Hey, kunnen jullie wel lopen? Nee, fuck! Nee, psych! Wow! Tom, kun jij lopen? Ja. Oké, okay, chill. Ik kan alleen kruipen, ik weet niet hoe ik moet lopen, leer me lopen! Help me! Eat my fucking legs! Oh, kijk, dit is seks toch? Oh, maar dan ga ik niet zeggen, ouwe. Dit is toch seks? Deze ga je kijken. Oh, maar hoe jij dat zegt, jij zegt gewoon vol op duikend, ja, Hey, Ton, dit moet toch seks zijn? Ton, dit is toch seks? Nee, dit is seks, kom eens. Oh god. Ga staan. Oh ja, dit is seks. Oh. Ja, dit is seks. Maar vooral dat ik ook nog bij masturbeer. Ja, dat is, ja, dit, Ton, dit moet toch seks zijn? Ja, vast wel. Nou ja, kijk, zie je, Ton? Zie je, dit is seks. Never beat me, here's the best advice. Don't think you can Ton, ik ga even rukken en jou ook. Ik kan niet, Sego doet echt kak. Wifi is dood. Mijn sms ook dood. En base. Jeet. Ah, hij kan niet kijken omdat Sego poep heeft. Ah, dat is jammer. Kom, met allemaal springen. Jump everybody, jump everybody. Jump everybody, jump. Ton, ga mee. Ton, spring. Jump everybody, jump everybody. Jump everybody, jump everybody. Als nu zometeen ik gewoon 900 miljoen mensen meedoen. Zo opeens alle mensen. Hier kijk, die ene gozer doet ook mee. Ton, jij verpest het nu. Ton, kut Ton. Wacht, ik ga hier staan. Maar die andere gozer moet ook even meedoen. We moeten hier met z'n allen in een groepje gaan springen. Hij kan doe mee. Kut, doet niet mee. Ga mee springen jij. Hij doet mee. Ja, happy squad. Jump everybody. Kijk, nu gaan we met z'n allen lachen. Ha, leuke squad. En nu ga ik kusjes geven. Nee, je moet bukken. Je moet bukken en dan masturberen. Ja. What the hell, de cha-cha? Ik wil ook de cha-cha. Hey, bukken. Hij heeft de cha-cha. Hey, is dit fappen? Mankertje. Of is dit fappen? Ja, mijn hand.
Super snelle plangen voor de views. Ja. Hele snelle plangen. Hele snelle plangen. Jongens, waar gaan we heen? Ik weet waar we heen gaan. Naar de plek waar we gaan drop worden. Alle plangen zie ik ik denk dat we als eerste of naar een benzinestation gaan, of naar een auto. Of naar denk beide. Ja. Gewoon maar dat vorige potje, hoe wij hem hadden geboekt ook. Goud. Ja, maar hoe ik hem had geboekt. Ja, maar ik sprong snel bij jou in nadat ik zo'n fight was met de ene gozer. Oké, auto bij auto Pleasant Valley in. Met z'n allen Pleasant Valley in. En als iemand dat niet doet, dan. Oké, ik ga er nu. Dan diefstal ik. Volgens mij zie ik twee politiewagens. Oh, ik zie sowieso één politiewagen. Yes, we hebben een politiewagen voor een beschikking. Dat is heel erg sticking. Want sticky is. Oh, godver. Sticky is plakkerig. Aha, en plakkerig is paga. En paga is. Paga is plakkerig. Toch? Oh ja, dat bekend maar. Paga moet toch plakkerig zijn, jongens? Ik kan ook wel gewoon landen voor bloed. Jongens, als paga niet plakkerig is, dan is ton niet ton. Wat? Als paga niet plakkerig is, is ton niet ton. Hé, wie zit er met die auto te kutten? Ik! Ah, dacht ik al. Ik moet even een backpack hebben, maar ik heb geen backpack, dus het is pure scheid. Come on, man. Ik heb een kluifboog! Geef me een... Allahuakbar! Fucka! Hey, kijk, kut, ik heb een backpack nodig! Hey, dankjewel voor deze, voor de shotgun. Alsjeblieft. Hey, zat hier een... Dankjewel. Zat hier een quad? Kut, ik wil mijn shotgun laat houden. Dus. Ik neem die Magnum, die neem ik mee in plaats van de M17. Die Magnum is op zich gewoon nice. Ik heb ook een Magnum, alleen die kan echt niet omgaan. Ik wel. Magnums zijn best lit. Ik heb echt verschrikkelijk veel. Waar blijft die backpack? Ik wil een backpack. Dat was ik. Jongens. Ik kan maar geen backpack vinden. Kom op, hé. Hey. Wat? Tom, ik rijd naar jou met de auto. Jij stapt in. Daan, jij stapt in. We rijden ergens anders heen. Er zijn van die andere kutjoden aan. Af. Oh, ja, dat vind ik wel een heel goed plan. Alleen, ik wil een backpack. Ik wil eerst een backpack. Nee, je gaat nu komen. Nee, ik ga eerst een backpack vinden. Nee, je gaat nu komen. Nee, ik wil eerst een backpack. Oh, fuck de Magnum. Hellfire is binnen. Boys. Wat renden? Nee. Hier nou een... Nee. Snel, snel, andere komt eraan, de andere komt. Snel, snel, be quick. Ik ben er, better. Ton! Ton! Zit, gassen! Ja! Later, bitches! Nee, ik heb mezelf ingesloten. Ze staan daar echt van. Ja, fuck. Maar opeens was ik... Oh. Ik wil zo'n 10 killen, toch? Nee. Ja, aanrijden. Hé, hey, oh. Maar ze staan er ook echt gewoon van. Ja, maar fuck. Wegwezen! Gassen! Ga nou rijden! Nee, wacht. Rij normaal. Je bent zo... Ga nou maar gewoon, ik wil een backpack. Ga naar het tankstation, nee, boven Pleasant. Auw. Ja, als je doe, dat doet... Waar moeten we dan heen? Geef even coördinaten door. Noord. Nee, zuid. Ja, wow, wat een zuid. E, toch? Ja, zuid is S. Kijk op je map, oh, je ziet dat tankstation toch wel helemaal daarboven. Maar dit is echt sneu, want die gasten die wouden er gewoon lekker spelletje met ons spelen. Naaien we ze zo hard. Wow, hallo Drop. Hallo Drop. Je moet omkeren. Oh. Hallo, ja, kut, hij zit hierboven. Oh, hij zit hierin. Ik heb hele goede ammo's. Waar is die fucking backpack? Hier, eindelijk. Fuck me. Nee! Mensen! Ja. Er komen mensen! Boek hem dan! Ik zie ze niet. Whee! Waar is die? Ik zie ze ook niet. Waar is hij? Oh, daar! Hij was weg! Maar we gaan naar de safe, fuck de rest. Ik zie hem. Boek hem! Shoot, boek hem naar de safe. Oh, de AR. Ik heb helemaal geen ammo voor de AR. Nee, ja, dat heb ik. Dat geef ik gun ik zo wel.
AR-15 zeker. Ja, ik heb een Hellfire en een shotgun. Op zich wel nice. Jeet. Hey, fuck die andere twee gozers. Wij boeken hem gewoon weg. Hey, kunnen we hier misschien nog wat leuks vinden? Of niet? Yep, laat het zoeken. Geef even mijn ammo, shoot. Geef me ammo. Ja, er is hier nog allemaal spul. Shoot, maas. Geef me. Ja, kom. Drop je wapen. Is hier... Oh, dit is al geloot hier, als het goed is. Oh. Volgens mij wel. I'm a campfire salesman, you want campfire, huh? No? No, you want campfire? I want cook. Dat is grapje. I'm cook salesman, you want cook? Ik kan cook. Circle, guest. Hey, hebben jullie wat Magnum ammo voor mij? Laten we maar gewoon gaan. Hebben jullie Magnum ammo voor mij? Nope. Please? Ja, rijd Ton even aan. Ja, jezus. Jongens, als Sjoerd rijinstructeur zou worden. Ah, jongens, we gaan leren hoe je de berg op moet. Zo ga je de berg op. Jeet. Hey, jongen, hey. Goeie rijinstructeur dit. Hey, die andere twee gozers gaan echt... Oh, wauw, die andere twee zitten al in de cirkel, hè. Nobody give a fuck. Ik ga ze aanrijden. Die zijn er gewoon heen gesprint. Ja, Ben, je zoekt zelf en geeft ze een volle buik met die auto. Jee. Oei. Jezus. Waarom gaat onze eerste auto de laatste tijd altijd meteen stuk? Ja, maar hoe zou dat nou komen? Hier zijn mensen! Laat daar! Grapje! Oh, fuck. Help! Ik ben dood. Ik dacht een auto! We hebben echt gepeerd. Ik heb in een auto! Groen! Hij is zo echt gepeerd! Waar is Ton? Ton is ook dood! Maak snel vriendjes met hun! Hey, maak snel vriendjes met die gozers! Word snel vriendjes met ze! Haal ze op, word vriendjes! Oh, ze hebben een kwad. Wat probeer je? Vriendjes zijn, moest toch? Ik ga ze gewoon lekker aanrijden. Maar als je vriendjes bent, schiet je toch niet op elkaar? Wat doet hij? Hij pakt een auto. Boek. Hoezo? Ik ga ze gewoon aanrijden. Geef een pak. Dan heb ik toch geen auto. Nou, ik heb een van die gozers. Die heb ik met die shotgun. Heb ik zijn armor eraf geschoten. Dus die is wel leuk. Ja, ik heb ook een paar. Sjoerd rammen die auto tegen die boom aan, waardoor je auto plof niks nog in zat. Klopt, maar ik sprong er net op tijd uit. Maar het was ook niet echt dat je ze... Ik maar mijn vijfde potje dat je fucking spel speelt. Verwacht niet dat gelijk een hele squad kan wijken in mijn eentje. Ja, nee, maar zeg toch ook niet dat je dat moet doen. Het liefst zou dat wel heel chill zijn. Nee. Een andere politiewagen, pak hem. Pak hem. Hallo, ik kan de besturing niet eens, man. Volley volleyball, fatty, shilla tula koto. Ga tuteren. Nee, ik ben nog in mijn eentje over. Ga tuteren. Sjoerd, hij is aan tuteren. Tuteren is cultuur. Bamiel 13 was killed by environment. Oh nee, Bamiel is dood. Ik had net zo'n zin in Bami. Ik een koude pizza van Mama Max. Ik koude pasta. Oh ja. Ik kan beter gewoon zeggen Max zijn moeder. Want als je zegt Mama Max, iedereen wil doen. What the fuck. Alsof er een vrouw Max heet. Pak die kwad en scheer weg. Maar kijk, hij is niet mooi. Hoe dan? Jij hebt toch die... Ja, huh? Heb je die skin? Als je wat anders selecteert, dan selecteer... Ik heb alleen dit en een Hellfire en een Comet Shotgun. Ik ga fucking hard uit. Ja, maar... Waarom heb je dan niet die leuke skin op je kwad? Ja, omdat die automatisch wordt afgehaald als je wat anders selecteert. Want ik had een andere boek aan gedaan. Wauw.
Jeet. Perfect, en hij landt ook gewoon weer op de onderkant. Wat een held. Wat is deze gozer een legend? Ton, wat vind je? Ton, wat is jouw eerste indruk van H1Z1? Vind je het leuk om zo te kijken hoe Shoot alleen maar aan het kutten is en niet gaat winnen? Ja, hoe hij mij tegen de boom aangerand, waardoor ik gelijk dood ging. Ik hou over aanranding, ja, laat me. Ultieme goede chauffeur dit. Echt, props. Ja. Hey Sjoerd, ik hoop echt dat jij later rijinstructeur gaat worden. Ga ik ook worden nu. Je bent verplicht om rijinstructeur te worden nu. Zit er een mouse in of een sniper? Pak alles. Laat erop houden dat alles. Sniper en mouse, ja tuurlijk. Er zitten altijd een sniper en een mouse in, ouwe. Fucking ja, dope is dat. Toch? Ja. Ik zeg toch ook niet dat het niet chill is. Snel, stap in die stap in de car. Waarom doe je dat? Fuck the Hellfire. Ja, ik heb mijn mouse altijd hier. Nee, ik neem mijn Hellfire voor de zekerheid maar mee. Je hebt een mouse en een sniper. Die shit is overpowered. Okay. Hey, nu gaat het live staan over mijn snipes. Ja, nu gaan we live opnemen hoe Sjoerd als de snipes gaat missen. Zo, we zien het wel. Ja. Ik hoop dat ik ze weer raak. Ik denk dat je ze wel... ik heb trouwens wel opgenomen en ik video komt binnenkort online. Dat hij 7 of 8 snipers, mensen achter elkaar snipt. Daar. Hij heeft jou ook gezien. Oké, mooi. Ja, oh, wat vies. Die was ongelooflijk vies. Die zit in een storm. Rij hem aan. Ik moet eruit. Maar dit is mijn eerste snipe. Tot nu toe. Maar dit was wel heel smerig, dat je nog net dat koppie pakte. Ja. Oh, mijn tactiek. Bosjes liggen. Dat die geel ouwe, die was echt goud. Continu opeens die gozers die in die politiewagen zaten, die toen misleiden, komen die nu langs en dan rijden ze je volop aan nu. Ik word daar schoten. Hey, hallo. Jammer. Ga liggen. We zijn nu in een gunfight daar. Je kan proberen wat kopjes te vangen. Waar zijn hun? Ja, daar in een gunfight, zei ik toch. Daar hier. Hier ook schoten verderop. Alleen hier staan geen auto's ook meer ofzo. Ja, maar ik hoor dat aan mijn rechterkant heel hard. Dat is ook alleen maar aan mijn oorrechterkant. Auto. Staan stil. Oh mijn god. Ja, lekker. Kijk, ik moet reloaden. Oh, dat is jammer. Oh nee, niet. Ik moet niet reloaden. Hoe komt hij steeds in onze party? Weet ik veel. Hij staat toch op privé? What the fuck? Maar ik heb mijn meldingen uitstaan. Ik kan niet bouwen. Ik was vergeten dat ik niet kon bouwen. Is hij neer? Ja, broer. Ja, met de mouse zeker, toch? Yep. Ja, maar dat ding is zo overpowered. Mag ik je auto hebben? Ja, je hebt hem. Niet? Ja, nu wel. Hey, Daan ter Wolde. Ten Wolde. Dus we gaan afspelen in de bosjes. Oh, dat is wel fucking chill. Maar gaat Sjoerd het nu voelen? Ik ben aan het bleeden. Hoe kan ik bleeden? In je rug. En in mijn rug. Boek. Oh. Vriend, ik word van twee kanten geneukt. Ik ja, ik zag het. Nee, maar weet je, ik kon het waarschijnlijk wel clutchen, want ik had sniper, de beste shotgun en een mouser.
Mm-hmm. Ik kon het waarschijnlijk klutsen omdat we ook in een bosje speelden. Weet je, even eerlijk, ik had wel kans om het te klutsen, alleen als ik dan zo word genaaid, nee dan je niet. Je hoeft het niet 20 keer te zeggen dat je de kans hebt om te klutsen. Ik kon het gewoon klutsen, alleen ik kon het niet klutsen. Dan zeg je dat weer. Ik niet geklutsen, want ik kon het wel klutsen, alleen... Je nee. Ja, weet ik, dat doe ik wel eens vers. Wacht, ik ga snel beneden wat je de chap halen, ik ben zo terug. Ja, dan ga ik het even klutsen. Hey, Ton. Ja? Eigenlijk moet Sjoerd nu kok worden, want hij kan heel goed klutsen. Moet die gebakken eieren maken. Ja, hij kan heel goed gebakken eieren klutsen. Snap je? Yep. Ja, echt kut. Ik vind het echt kut wanneer ik tegen een boom inram, jongen. Ik kan niet fatsoenlijk... Hey, voortaan ga ik rijden, oké? Ja, want dat vind ik gewoon kut, jongen. Ik krijg niet de kans. Ik ja, ik rijd tenminste niet tegen bomen. Ja, maar dat was zo vervelend, jongen. Ja, je weet dat ik... Dit ik nog maar mijn vijfde potje of zo. Dan ben ik gelijk dood. Dit is een bal aan. Ja, maar ik heb tot nu toe nog meer kills dan potjes gespeeld. Alleen het is wel kloten, ja, want als dit soort dingen blijven gebeuren, dan is dat ook snel voorbij. Want ik heb ook maar iets van 5 kills meer dan dat ik potjes heb gespeeld. Ja, maar ik heb niet eens eigenlijk 4 kills gemaakt. Want ten eerste, ik krijg weinig om met te zien. Ten tweede, Sjoerd pak alles weg. Ten derde, hij heeft een kloot ding om tegen de boom aan te rijden en mij te laten stikken. Tja. Dat vind ik gewoon heel kut. Ik vind gewoon dat hij serieus moet spelen. Want ik kan maar hij, hij springt zeg maar uit de auto en daarna roept hij pas van spring. En dan is het eigenlijk al te laat. Want als ik met hem op een quad zit, dan zeg ik ook tegen hem, roep spring. Want ik kan niet zien wat er voor ons gebeurt en dan gebeurt het ook meestal te laat. Dan is hij 10 seconden alleen weg als hij opeens ment op SE. Weet je van waar, zijn we er, ja, zijn we dood. Hallo mankertje. Zijn jullie nou van mij aan het praten? Ja, ja maar... ik hoorde dat je terugkwam. Ja, ik ook tegen je microfoontje horen wat rommelen. We hoorden namelijk dat je headset oppakte. Maar. Ik kan er ook niks aan doen dat jullie ook doodgaan. Oh jawel. Moet niet even fucking boom maar rijden. Ja! Ja, maar ik kan er niks aan doen. Echt wel, gewoon niet tegen een boom maar rijden. Oké, dan ga ik dit keer nu niet rijden. Is goed, dan ga ik rijden. Ik doe wat jullie zeggen. Ik neem alleen maar mee wat jullie... Jullie alles het beste, alles en alles. Ik neem het slechtste. Alles wat overblijft neem ik. Oké, deal. Jongen, jij fucking... Is goed, je krijgt vanaf nu alleen nog maar broodkruimels. Ik hoef geen Bradley. Broodly. Broodly. Geen Broodly. Jij krijgt Broodly voor mij, oké? Een Broodly. Hé, er is iemand in onze groep. En die wil praten via die chat alleen. Ja, dat doen we niet, want dan horen de kijkers ons niet meer. Dat bedoel ik. Is dat hij? Nee, dat is hij niet. Met Sahibisa krijgt fucking ja, zoals, ja, tering. Ja, zo. Hij ziet al. Oké, laat maar. Wola me. Ewa Niffo. Gewoon Fawaka Niffo. Ik spit op je moeder. Ik wil bij jou liggen. Hallo meid. Kijk, ik lig op een chickie. Dit moet seks zijn, toch? Kijk, dit is seks. Dit is seks. Dit moet wel seks zijn. Kijk, zie je dat? Zie je dat? Dit is seks. Sjoerd, sir, yes, sir. Ik ben er voor jou. Sir. Zie je dat, Sjoerd? Ja. Sjoerd, is dit seks? Ja, oordeel ik niet over meer. Jawel, jij moet oordelen. Ik geef je nu als... Oké. Dit is seks, ja, toch? Dit is seks. Oh, oké, top. Hé, hey, kom samen seks hebben. Nog meer, ik wil meer seks. Nee, ren niet weg, nee, godverdomme. Nee, het was mijn laatste side chick. Nee, fuck. Sorry, meneer, ik wil geen seks, meneer. Meneer, sir, hey, meneer. Op je knieën. Nee, meneer. Ik ja. Wil geen seks, meneer. Jawel. Oké, meneer. Zo, dat was lekker. Doei. Kijk, hij ligt daar op de grond. Ik wil meeliggen. Kijk, nu gaan we seks hebben. Hier, let op. Dit is seks. Dit is toch seks? Kijk, ik ga zijn kont eten. Hier. En dit is seks, toch? Dit is toch seks? Ik ben een kampvuur. Kampvuur? Oh, daar. Ik ben een kamp! Ik ben een kampvuur. Oh, daar. Ik ben een kamper.
Oh, ik dacht dat hij zei, ik ben een kampvuur. Ik zei, ik ben een kamp. Nee, ik ben van niet. Kamp! Ik ben overduidelijk wel voor de kampvuur, hoor. Weet ik jullie nog niet? Kijk ja, dan. Nee, maar kijk, weet je wat het punt is? Als het dan een kampvuur is, dan is hij al een kampvuur dat heel goed kan bouwen. Oh mijn god. Echt goed. Ton is een kamp. Kijk jongens, kijk, ik ben ook een kampvuur. Nee, meneer. Oké, okay, meneer, zeg wat jullie moeten doen, meneer. Ik ga in ieder geval niet auto rijden, meneer. Wacht nee, ik wel. Zal ik auto gaan rijden? Ja. Zal ik dan ook? Ga ik nu expres tegen een boom rijden om Ton helemaal kwaad te maken? Ja, wat u wilt, meneer. Ik heb nog maar een zesde potje of zo. En ik zat nog even. Ik kan nog ineens de besturing uit mijn hoofd. En dan gaan jullie. Ja. Nou, maar je maakt wel kills. Dus dat betekent dat er mensen zijn die nog noobers zijn dan jij. Alle vijf potjes die ik heb gedaan. Dan zijn er dus meer mensen die nog meer noob zijn dan jij. Het is noobederder, meneer, dan jij. Oké, we gaan naar de auto hier bij Rancinto. Rancinto. Ik ben Rancinco, oké. Rancinco, voilà, Rancinco, ja, die voilà. Favaka, Niffo. Waarschijnlijk is een kwad, of niet? Het is geen kwad. Meneer, ik neem op slag, meneer. Ik ga niet meer zo doen als meneer. Fuck jou, meneer. Fuck jou. Nee, okay. Dat is afgesloten. Ik land bij een huis, die is afgesloten. Ja, dat is kloten. Hey, dat is kloten. Hij is afgesloten. Ha. Ik ga niet meer auto rijden. Ha. Oké, mooi zo. En crossbow. Ik word lekker vrolijk, hè. Hé, maar dan kan je in ieder geval niet, als het wordt zo meteen heel erg verkrenkt. En dan zie je dat het niet aan mij ligt. Dan kan je niet zeggen dat... alleen auto rijden wanneer het nodig is, Sjoerd. Ja, ik ga in het algemeen geen auto rijden. Ja, hij gaat nu geen auto's meer rijden. Ik ga alleen auto rijden als ik een auto moet nakken. En dat is het puur voor mezelf. Dat is... Oh, hier is een quad. Hé, jongens, kijk, hier is puur. Spit aan de fake queen. Ton. Ja. Ton, jij bent groen. Kom hier. Dus jullie gaan er vandoor zonder mij? Nee, maar ik heb een quad. Maar jij wou niet meer rijden. Nee, ik zei dat ik niet meer zou rijden. Ik kan wel op een auto zitten, maar ik ga niet meer in de... Mark, ik heb alleen een rampiepoortje. Ja, we hebben... Gozer, het enige wat ik heb... Ik heb nog geen backpack, dus ik kan niet echt heel veel meenemen. Hier binnen ligt een backpack. Ja, maar die wil je zelf waarschijnlijk. Nee, ik heb wel een backpack. Ik hou van rekening met jou. Ik kijk hier in dit huisje, kijk ik even of ik een backpack kan vinden, hoor. In mijn huis ligt een backpack. Hé, hey, kijk, schoten. Dat was ik, meneer, sir. Fuck jou, sir. Ik hoop dat je lijkt als stinkt, sir. Ik hoop echt dat je eten krijgt. Die voelt bij mijn huis, meneer. Dit is mijn huis, hou je bek. Wat is tegen jou? Ik pomp je. Om jou. Echt niet. Dat weet ik. Ah, een backpack! Ja, kijk, nu kunnen we praten, jongens. Oké, Ton. Ja? Kut. Kan het niet kapot schieten? Fuck me. Je kan wel kapot schieten, kijk maar. Ton, eraf, ik ga rijden. Ton, ik ga rijden. Let's go. Doei. Nee, we moeten een andere auto fixen. Wacht, ik ga hier even de bocht om. Want er zijn nog meer auto's. Dan ga ik... een andere auto regelen. Ja, ik ga toch nu ook zoeken naar een andere auto. Weet ik. Is dit daar? Dat is niet de auto. Ja, ik heb nog een quad gevonden. Maar Sjoerd wil zelf niet rijden. Kut. Nee, ik mag niet rijden. Ton, jij gaat rijden. Ik haal Sjoerd op. Is Sjoerd achter mij? Oh jawel, hey Sjoerd. Kom maar, ik neem Sjoerd mee. Daan zegt ik haal Sjoerd door het rijden. Kom, Sjoerd. Sjoerd, kom. Nice, oké, waar gaan we heen? Laten we naar Astrid gaan. kijk eens bij dit bordje. Bij dit bordje, dit is... Weet je wat deze naamschat is? Astrid. Dit is kom. Astrid. Kom. Sjoerd. Nee, hij doet niet mij toe. Ja, lekker! Karma voor die bitch, hij wil wel meerijden, die gozer. Wegrijden, Ton! Oh, die Liam is geliefd.
ton gewoon weggassen voor die gozer, fuck hem. Ik ook. Ja, ik heb wel gewoon de hele tijd. Hé, dit is het circuit van Daan. Dat hij zo zit van ja, godverdomme teringleiers. Hé jongens, dit is het circuit van Daan, die als eerste 20 rondjes heeft gereden. Jeet. Good. Hey, pas op voor die ene gozer. Pas op voor die ene gozer. Hij mag niet meerijden. Wacht, zal ik hem ophangen? Wacht, ik ga naar hem toe kijken of hij opstapt. Ja, hij stapt op. Oké, nu gaan we de cirkel in. Goed, hoe ben je? Kom. Ik rij een tuinset omver. Ben ik nu cool? Ik moet bij iemand achterop die echt rijden. Ah, zijn mensen! Waar? Ja, hier. Shoot, je mag schieten op iedereen die je ziet. Wanneer het gevaarlijk wordt. Spie zegt dat ik orders neem. Ik neem geen orders. Fuck aan Divo! Ja, die neemt Chris, zet tegen je aan. Nou, let nog op voor niets. Hallo, auto! Jongens, jongens, ren naar die auto, dan stap je ja. Mijn auto in. Kut, die gozer is afgestapt, sukkel. Oh, hij is dood. Spullen. Had die body armor? Ik ga rijden. Sjoerd, jij mag niet rijden. Ik ga rijden. Ja, hij mag Ton, ik ga rijden. Wacht. Ja, ik zit nu om te rijden. Kom, iedereen instappen. Sjoerd. Oké, kijk of die auto die daar zit, of daar meer, shit, oh jezus, deze auto is echt bijna dood. Oh damn. Kijken of... Die shit... Oh kut, het is een quad. Niet dat er mensen achter kan staan, hoor. Ja, nee, joh. Ik kan niet zien achter me. Ah, joh, lekker. Oké, ah, fuck haar. Zag ik ze nou? Nee. Er zit helemaal geen mensen achter, wat lol je. Normaal wel. Kijk maar op de stream. Ja, net zeker. Wat heeft Ali A? Ali A. Hey, wacht, hier zit een... Hier zit een fucking kwad. Hey, Tom, zal ik even tegen een boom aan rijden? Die doet niets. Jeet. Jeet. Oh, een drop. Kijk, okay, daar gaan we voor, jongens. Dat is een hack, nu ben ik helemaal boos. Komt die. Zeg je nou hack? Fuck. Ja. Je bent bijna te flink gemaakt. Ik laat je link pis drinken. Ik wil dat je een hele goede backpack. Oké, jongens, nu gaan we weer rijden, kom. Mag ik van iemand scout rifle? En nou. Rij naar die paarse drop. 42. 42. Ja, ik zie hem. Waarom zit die gozer fucking in de rennen te schieten? Als vriend die vijf aan. En er gaan meer mensen zijn, die gaan we even kapot maken. Yep. Ik wil iemand aanrijden hier. Fuck! Oh. Hij noemt je mij slecht. Hij is uitgestapt! Jeet! Ik heb iemand gekillt! Ik heb hem gekillt! Ik heb hem net weggepakt. Oh, dat is niet aardig. Ik heb hem gekilled. Nu ben ik blij. Je opflikkeren jij. Je medkits en crossbows en M9's en een scout rifle. Ik heb één kogel. Ik ben zo blij. Ja, ik heb ook een KH met fucking één kogel. Wat gaat die gozer doen? Rot op. Jongens, kom we gaan. Als je mij die KH geeft, kan ik de ammo droppen. Oh. Laten we niet goed gaan. Kom. Hier, deze. Geef me even de ammo. Ton, ga weg. Ik heb de ammo niet. Ik heb de ammo niet. Dat heb je anders, stinkt, joh. Oké, nou, kom in de auto. We moeten... Er zijn fucking veel drops in de buurt. Kom. Ga voor die paarse. Paarse zijn veel beter. Maakt niet uit.
goede body armor. Oeh, kom met shotgun. Ik wacht, ik doe mijn ride shotgun anders wel. Ja, ik had helemaal geen shotgun. Godverdomme, is mijn AR-15 voor mijn neus weggepakt. Dief is honden. Er ligt hier nog armor voor iemand. Wat voor armor? Makeshift. Ja, ik zit. Wie zijn mensen? Waar? Voor mijn neus. Wacht, ik heb een crossbow, hè? De drop is gepakt door iemand anders. Heb je op aangereden? Ze worden ook beschoten. Hey, de auto gaat bijna stuk, gozer. Ja, we rennen, rijden gewoon naar safe, fuck hem. Ja, we moeten even een nieuwe auto. We moeten een nieuwe auto poppen, hè. Ik laat er straks wel eentje, niks aan de hand. Ja, dat is waar, daar ben je heel goed in. We moeten echt nieuwe auto. Waarom is Tom uitgestapt? Kut! Oh, die ene gozer is dood! Ton. Sukkel. Ton. Ton! Ton! Stop in! 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 Rij je pik! Ja! Hij gaat stuk! Subliem. Laat maar, ik stap ook alweer uit. Hij is toch wel weggerijd. Ja, wat gaan we nu doen dan? We moeten er safe in. Nou, eerst wat ik ga doen is dit. Ton, heb jij de KHMO voor mij? Ja, laat even die andere man. Ton, heb jij de KHMO? Mannetjes, we moeten rennen, sorry. Ton, heb jij de KHMO? Oh fuck the gas! Hier staat echt een auto, hier staat als goed. Hier staat een Hummer! Echt? Ja! Ik heb hem, kom instappen! Doorschuiven, Ton! Nou ben ik kan ook wel rijden! Ga nou! Ja, ja! Schiet op! Ton, rij! Pipecycler, waar ben ik nou mee bezig, domme? Rij! Niet daar tegenaan rijden! Oh, jij kan echt niks! Oh, Ton! Ik dacht dat ik daar doorheen kon. Ja, Ton, jij kan heel goed rijden! Ja, geweldig! Ik ga dood hier! Druk eens op L1. Oh, gelukkig! Druk eens op L1. Ja, dan gaan we harder. Oké, stop even, we moeten healen! Kijk, kut, we zitten hier safe. We moeten healen, jongens. Eén medkit, alsjeblieft. Of first aid. Oké, dat is genoeg. Oké, ik sta. Ik pak mijn KH wel, mijn klauw en dan ga ik rond. Of nee, ik heb ook een crossbow. Dan ga ik daarmee gewoon rondknallen. Kut, ik ben uitgestapt. Kut. Ja, hier, ik zit weer. Levenssukkeltje. Nee, ik ga nu op mensen schieten. Vanaf hier. Je moet ergens een drop zijn. Waar is die drop? Oh, hij is net gepopt. Hij is net gepakt. Hier. Nee, ik ben bijna dood! Oh, stop lekker uit. Hij killed. Gozer! Ik hit hem 50 keer met die fucking shotgun. Hij gaat maar niet dood. Jij ligt trouwens een combat shotgun bij mij, dus die kunnen jullie oppakken. Ik heb hem echt drie keer gehit of zo met die combat shotgun. En hij, ik heb die andere sniper scoper. Hey, je kan die shotgun bij mij pakken, maar ik heb die gozer drie keer gehit of zo. En hij ging maar niet dood, terwijl ik een combat shotgun gebruikte, hè? Ton, de scope duurt te lang. Ja, echt lekker pik. Ja, hey, er lag een combat shotgun bij waar ik ben dood gegaan. Gebruik die. Ik heb een combat shotgun, hè. Ja, maar dit is echt raar, hoor. Ik stapte uit. Ik schiet drie keer met die combat shotgun op hem. En hij gaat gewoon niet dood, die gozer. Voor wat is dit? Oeh, fel. Nou, je hebt zeker een C&Q. Kutgas. Fuck. Bedoel je nou kut van het gas komt of gewoon dat het gas kut is? En er staat er iemand achter. Gewoon, het heeft totaal geen zin. Rach gewoon. Schiet met de C&Q dan. Schiet met een ander wapen. Ja, dat lekker. Leven. Lekker, Ton. Ik heb dood, Ton. Ton heeft één kill. Ik heb drie. Lekker. Ik één. Er staat iemand. Aanrijden. Nee, hij maakt net een bocht. Ja, hij is dood. Ik heb hem! Hij is dood. Achter je staat de teammate. Zijn teammate stond daar, dat weet ik zeker.
Oh, mooi camouflage hebben we politie truck. Perfect, hè? Volgens mij lag er een AR-15. Ik weet niet zeker. Ah, ik loop nu gewoon goed. Nog 13 man. Maar het is weer op zo'n open kutveld. Ja, dat haat ik echt te houden. 95% van de game. Nee, maar echt gewoon 50% van het spel bestaat uit een auto hebben, want heb je dat niet, ga je dood. Maar iemand human plays die rijden rondrijden en zo, die zijn en die gaan PUBG spelen, die rijden dan gewoon bij de laatste cirkel rijden, begint hij alleen maar rond te gassen. Alleen is fucking dom. Ja. Godverdomme, ik ga dood hier. Wacht even, het gaat afspelen hier binnen. Oh, dat is cool. Ja, maar het kutste is nogal dat ik die fight tegen die gozer makkelijk had moeten winnen. Waarom gaat hij niet dood? Je gebruikt een mouse toch? What the fuck? Wat, ik snap dit hele kut. Ik schiet toch 7 kogels tegen hem? Ja. Of zo, en hij is niet dood. En deze grootste draait zich om terwijl ik alles 100 HP heeft. Heb letterlijk mijn HP is 100. Met de Xian Q, ik ben de enige dood. Ik had precies hetzelfde. Ik had beste helmet, ik had beste armor, ik had 100 levens. En ik ben met de combat shot, ik ben op een gozer aan het schieten. Ik schiet 3 keer, die armor gaat er maar niet af. En hij schiet echt gewoon ook 3 keer op mij en ik ben wel dood. Ja, maar de shotguns zijn zo slecht in shotguns, Fortnite. Ja, maar de shotguns in Fortnite zijn gewoon redelijk, maar dit is ook heel raar. Nee, maar dit is nog erger, hou. Kom op. Kijk, in Fortnite is het maar... Je maakt 1 schot en het is mis, maar je popt er nog even 1 andere aan en je hebt hem. Maar in dit spel is je schiet 7 kogels eerst niet dood en dan doodt hij jou met 1 schot en dan staat er nog dat hij 100 HP heeft. Klopt. Kutspel. Ik heb eigenlijk nu heel veel zin in Fortnite, maar ja, we hebben afgesproken dat we dat niet gingen doen, dus. Of we laten gewoon doen. Nope. Toen dacht ik echt zo van, ik zeg maar gewoon gaan, daar toch volgens mij doen. Hoezo? Nee, ik zeg het gewoon, ik mag toch gewoon maar mijn mening hebben. Ik zeg wat ik wil. Dat zeg ik niet. Ja, maar om dit soort redenen kan ik ook echt kwaad worden om dit spel, hoor. Ja, het is grappig om een beetje mee te trollen, maar je kan dit niet serieus spelen, want dan word je alleen maar gek van alle fucking rare dingen die het spel bevat. Hey, zijn jullie klaar? Ik ben nog een lange rijder hier. Ik niet. Members of your group are not ready. Ton 7D en Nesme will not join your match if you continue. Ja, dat snap ik niet, want in ieder geval bij mij zou gewoon redden dat ik... Yeah. Waarom is niemand aan het chatten? Hoeveel mensen kijken? Nee, waarom ga ik nou godverdomme in een potje? Ik kon alleen klikken op continue of op find a group. En ik klik op... En what the fuck? Kutspel. Ja, dat had ik dus ook een paar keer. Ongelooflijk fucking kutspel. Niemand is toch meer aan het kijken. En mensen beginnen alleen maar te dislike. What the fuck? Oké. We hebben nog 0 dislikes, hoor. Nou, bij mij staat er 3. Moet hem even refreshen. Ja, ik zie het, hè? Huh? Dat is ook voor het eerst. Ja, wat de fuck? Laten we ook ophouden die anderen die net als hadden allemaal uitgescholden. Ah, ongelooflijk kutspel, echt waar. Je bent net lukt let... Ben er weer. Ik zit met Ton in een potje. Ja, lief dan even. Ja, was ik ook van plan. Ik denk dat ik straks ga stoppen met live aan. Het is nu ongeveer 8 uur. Ja, ik kan het echt niet volhouden tot 11 uur. Tom! Ja? Niet even de match. Wat? Je worstlust! Ja, wat is er nou? Ja, of je worstlust.
Ja, weg toch? Leave the match! Die fucking droge reactie! Ja, lekker toch? Lief, ben je de match aan het lieven? Nee, ik ga lekker potjes testen. Nee. Oké. Nee, ik ga lekker borst eten. Ben je de match aan het lieven? Ja. Nee, ik ga lekker borst eten. Door jou heb ik dus in een borst. Ik heb borst beneden liggen, want ik ga vragen of een stuk borst mag. Maar zo. Nee, ga hem niet eten, ja, maar... tijdens een livestream. Je bel. Ga je de match lieven? Nee, ik ga nu borst eten, heb ik nu zin in. Tony, jij kan vandaag ook gewoon echt niet lachen. Nee. Je bent de hele dag heb je maken van die fucking droge opmerkingen. Dus, en dan moet de shooter en ik fucking hard lachen en jij zit er zo bij van ja. 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 En nu. Ik een ja, hoe man. Fuck! Je lijkt trollen. Maak het trollen, Philip eet van mijn benen af, want dan kan je het veel kroepen. What the fuck? Zullen we nu een potje starten en dan is Sjoerd, komt hij opeens en dan... ze hebben een potje? Ja, kom, we gaan gewoon een potje doen, kom. Want jij gaat het woord tekenen, dan gaan wij lekker spelen. Ik heb, we hebben een match. Tinder be like. Ja. gewoon, als ik op Tinder kom en ik doe één keer iemand gevonden, gelijk match found. Wauw. Hey, wanneer Ton Hout tegenkomt, gelijk match found. Ton plus Minecraft, match found. Ton plus Minecraft build battle, ultimate forever. Ton plus kill steal, ultimate match. Nee, dat is Sjoerd plus kill steal. Ook. Ton plus kill. Oh, ik dacht je zei Ton plus kill steal. Hij zit die allebei die gozer die willen praten, maar ik ga niet met jou praten. Oh, fuck you. Bitch. Fuck you. Ik heb lekker gedroogde worst. Lukt voor jou. Heb je worst in de zon gelegd dan? Ja, maat, sowieso. Gewoon okay. Zo, weet je dat die lampen voor de wiet, zodat het groeit. Gewoon op mijn dik legt. Dus je eet je eigen pik nu? Mhm. Gadverdamme. Gay. Retard alert, class retard alert. King alert. Yo. Dus je moet dan masturberen. King alert. Oh, waar? Ton. Bij mij. Hey, kom. Bij het lichtbord. Oh, precies tegelijkertijd deden we dat. Is iemand dan bij de... Hier, kijk, hier, Ton, ik geef elkaar kusjes. Ze zijn aan het drukken. Nee, maar kijk, hier wordt iemand gepijpt. Kijk. Ik, waar ben je? Hier, oh, jij bent die groene, hier. Oh ja, ik zie het. Jongens, ik ben een fikje spinner. Gozer, die joke is echt 2 miljoen jaar geleden al gemaakt door Sjoerd en mij. Oh ja, maar yep. Nu weer. Maar dan door mij. Slecht. Gozer, hoe droog hij die opmerkingen maakt, dat maakt het ook gewoon leuk. Maar ik had het net met Ton over, dat hij maakt dan van die super droge opmerkingen waar wij helemaal stuk om gaan en hij zelf zit er zo bij van ja. Ja, en toen zei hij opeens kaart fuck en toen lagen we allebei helemaal in de deuk. Wat? Zit hij te lachen? Wacht, wat? Doet volgt ook even niet. Wacht, ik ga Ton na doen hier beneden. Sjoerd, deze kun jij van me vangen. Nee? Ja, die.
Zit je boven of niet? Hé hey, jongens. Ja. Jongens. Raad het geluid van Q Music. Wat is het geluid? ik hoorde iemand op zijn buik slaan, dus toen wou ik eigenlijk dat je dat nog een keer ging doen. Alleen toen ging Short erbij zitten de halve te kreunen. Au, mijn keel. Ik slikte een heel stuk groot worst in. Dat klinkt zo fucking gay. Het is zo pijnlijk. Au, mijn keel. Heb je gedeepthroat, Short? Heb je een deepthroat gedaan of zo? Ja, 10 out of 10. Ja, dacht ik al. Hé hey, jongens, hier ben ik nog nooit geweest. Dat vind ik wel leuk. Oh, prima. Zitten hier ook guns? Of niet? Nee, een crossbow. Hé, hey, kijk, er is hier geen fuck te vinden. No shit, Captain Obvious. Het is no thanks, Captain Obvious is het. Niet no shit, Captain Obvious. Zit je nou weer Captain Obvious belachelijk te maken, hè? Ja, godver. Godverdomme, hou je back over Captain Obvious. Die gozer is echt gewoon een fucking held. Hé, jongen, ik ga target schieten! Doe ik al. Hé, hey, wat doe? Hé, hey, kom vechten dan, bitch! Hé, hey, kom real fight dan. Is goed, kom. Waar ben je? Hier ben je. Hij doet een chacha. Kom dan. Hij doet een chacha. Hier, karma motherfucker. Riverside motherfucker. Hé, hey, heeft iemand wat shotgun ammo voor mij? Er ligt geen shotgun ammo. Nee, man. Nou, ik vraag toch ook niks aan jou, lelijke aap? Ja, sorry. Oké, dat meende ik niet, Short. Ik bedoel Tom. Noem je nou... Als je mij vergelijkt met Shoot, heb je echt een een of ander handicap. Ja, maar daarom vergelijk ik jullie ook niet. Ik match. Dat is nog erger. Wanneer je gewoon haat hebt aan Shoot. Ja, die van binnen. Ik denk dat hij diep van binnen dat Short nu zoveel pijn leidt en dat Ton hem niet lief vindt. Kan je hem even open knallen? Nee, dat kan niet. Sadness. Short gaat nu gewoon dood van pijn. Ik ga gewoon tegen mijn moeder zeggen dat ik niet meer wil verhuizen naar Brabant. Oh, mooi zo. Die gozer, die Ton, die heeft gewoon geen fuck. Hij geeft gewoon geen fuck, die Ton. Hier rijdt iemand! Ja, dat is die ene. Hey! Ja? Give the car! Give the car! Bitch! Thuis! Niks doen, ik zit bij mijn auto! Doei! Oké! Tap hem! Dit is goed! Ja. Nou, er was hier iemand en die gingen irritant doen. En nu heeft hij hem gekilled. Terwijl ik de gozer was die de meeste damage deed. Oké, thanks boy. Toen ik er niet bij was, zijn het vuur gevecht, maar mijn vader begon tegen mij te tetteren. Wat, je vader tettert door je heen? Ja, hij wou me tegen me zeggen. Oh, oké, leuk. Hey, waar is de rest van het team dan? Want er was hier opeens een gozer. En toen ging ik met die Ender Magnum op hem schieten, maar die Ender Magnum doet damage, gozer. Holy shit. Hier, deze auto waar ik nu op sta. Hey, doe eens maar. Hey, ik wil erin. Short, ik wil mee. Alleen jij, maar die andere down wil ook en niet. En Ton ook. Ton. Maar één gozer zat hierin, dus ik stap bij hem snel achterin. Ton, kom. Ton, stap uit. Ton, stap uit. Snel. Gassen. In. Fuck aan met jou. Hé, die gaat zitten schieten. Nee, dat is Ton. Oh. Fuck you, bitch. Nu gaat ze achter ons aanrijden in die andere auto, ik zeker. Maar hij zat dus hier in de auto. Ik moet even een hap van mijn borst. Nee, kut, mijn borst valt. Waarom klinkt het zo ongelooflijk verkeerd? Hey, maar gozer, die Magnum is sterk, ouwe. Die Magnum doet echt fucking veel damage. Want, ga die auto van hun stuk schieten. Die gozer had die ene gozer die dood was gegaan. Waar ik de assist op heb. Die had hij echt twee keer geraakt of zo, want ik had... Want ik had die vriend... Wacht, moet ik een molotov op ze gooien? Als je omdraait, kan ik een molotov op ze gooien. Want ik heb er drie. Ik heb hem met de crossbow geschoten. Nu is hij dood. Je gooit letterlijk op mij.
Auw. Echt niet, ik heb hem naar hun gegooid, kijk maar. Fuck you bitches. Maar ik kopte hem. Echt? Jij kopte hem daarheen. Ik kopte hem, dus ik heb staan nu in de fik. En hoe smaak je worstel? Hij is wel lekker. Hij is wel lekker. Tjoerd gas. We hebben nog 15 seconden door. Ja, maar die gozer is niet. Hoor jou lekker smakken alsof je gewoon een fucking borst aan het eten bent. Iemand aan het pijpen ben of zo. Dat is ook zo. Klinkt niet. Hey Tom, even gewoon heel droog doen. Sjoerd, het klinkt net alsof je een borst aan het eten bent. Hij is de gang geliefd. Hier is iemand. Ga erop af dan. Wachten. Gozer, ik wil kills. Hij is al ver gereden. Hij is al ver. Hij is al ver gereden. Daar boven staat iemand. Ga erop af. Gozer. Je bent eruit gestapt. Ja, no fucking shit. Even serieus. No fucking shit, ik ben uitgestapt. Je laat hem ook lekker stikken, daar lekker doodgaan. Nee, natuurlijk. Hij is al dood. Wat kan ik moeilijk doen? We stap. Gozer, ik dacht ik stap uit, want Sjoerd is altijd weer de pussy ass boy die dan gewoon niet eruit gaat om de fight aan te gaan, maar ik wil kills. Dus wat doe ik? Ja, maar het is echt zo, Sjoerd die wil hem altijd weer boeken en ik denk ik ga voor onze teammates revenge, dus ik ga met die gozer in fight. En dan ben ik met hem in fight en Sjoerd boekt hem gewoon weg. Oh, wacht, je bent dood! Ik draaide om, je bent dood! Maak ze dan gewoon fucking af of zo, jongen! Nee, doe het niet, Sjoerd. Ja, Tom gaat ze zeker pakken nu. Ja, ja, dit is de gozer die mij killde. Ja, goed, jongen. Denk jij wel niet, jongen. Ja, zie je twee mensen? Hoe kan ik dit ooit winnen? Ja, je hebt het al vaker gevoeld, hoor. Ja, ik zie op mij wachten. Hey, een van die twee gozers is hartstikke low, hè? Want die heb ik al met de shotgun geraakt, de Ton ook al een paar keer. Goed, dat verwacht je, jongen. Vraag dan gewoon... Neem met mij mee in die auto. Dan kon ze samen pakken, jongen. Oké, dit was de livestream, doei.